Hey, hallo allemaal, hier Labelinda in Glitterland. En als je zegt Glitterland, denk je gelijk aan een mooi theater, aan Theater Tuschinski. Want vandaag zijn we door Videoland uitgenodigd, speciaal op de première van de serie over Maxima. Dus laten we eens even gaan kijken. Hey, dat een beetje zo. My father always told me I had to reach for the highest. To work hard. He taught me everything. I am who I am because of him. ¿Su nombre? Sorrelleta. Máxima. Máxima, he's Willem Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Nou, lieve mensen, ik heb hier de hoofdrolspelers van de serie Maxima. Hello, how are you? Fine. Very happy with all this, with all the people that are here getting to share this moment with so many friends and family. You're looking so great. Thank you. Thank you. And I heard you, or I read, you have a romance, a real romance. It seems to be. Do you? It seems to be, yeah. Do you have a real romance? Yeah, I didn't tell you yet. No. So the fairy tale from Maxima and Alexander is real now? Their fairy tale is very real, yeah, for sure. I mean, they have three daughters, so it must be. Did you have any episode of the series? Did you see it before? Yeah. We were lucky enough that the production arranged a viewing for the crew and cast. And we saw the 6 episodes all together. There were many things that weren't finished, so we thought that we're going to have to properly see the final cut. But we got to see some of it, yeah. And? No, it's shocking. Shocking. I mean, it's like we know most of it. It's like it's almost like a script that has already been written. So there's not a lot of spoilers, but it's just a beautiful story, and we get the opportunity to highlight it. So yeah, no, it's really nice. I'm very proud of it. Sarah, welke bruidswinkel heb jij beroofd? Nou, ik denk, wordt toch niet zijn huwelijk gevraagd, laat ik het dan maar zo doen. Hey, maar gaan we straks een dankje doen? Ja. Maar nou, ik niet, hè? Appelsappie, hè, voor mij. Ik wou zeggen, daar kan geen wijntje overheen vallen. Nee. Oh, nou ja, dat sowieso niet. Nee. Hoe gaat het met je? Ja, goed, schat, met jou. Heb je er zin in? Ja, weer even gezellig, toch? Ja, ik zie, je bent zo lekker actief op overal. Ja, nou ja, gewoon lekker mijn ding, toch? Ja. Overal mooie foto's van je. Dankjewel. Je bent ook zo mooi. Dankjewel. Ja. Nou, kijk eens hier, het is Mike de Boer, wat hartstikke leuk. Ja, nou en wat ben je mooi. Zeg. Dankjewel. Ja, helemaal op zijn Maxima. Ja. Goeie krullen. Harde krullen. Ja. Mike, waarom zien we je zo weinig op tv? Er komt wat leuks aan, maar daar mag ik niks over zeggen. Ik heb een heel mooi ding gedaan. Echt heel leuk. Ja. Ik heb wat ik een beetje verkeerd heb gedaan, is gewoon heel hard roepen dat ik in Barcelona woon. Waardoor mensen me ook heel vaak niet meer belden. Want die hadden zoiets van, ja, die gaat niet terugkomen voor een programmaatje. Nou, inmiddels heb ik laten weten, en daarom ben ik ook hier vanavond om even zichtbaar te zijn. Ik ben te boeken. Kijk eens, het is hem. Van het RTL4 nieuws. Klopt, zeker. Vertel, heb je nieuwsje? Nieuwtje? Heb ik nieuwtjes? Nou, ik ben een week op vakantie geweest, dus ik heb het helemaal eigenlijk letter gelaten. Ja. Hoe gaat het met je? Het gaat goed, zeker. Ja, leuk om hier te zijn. Wie heb je meegenomen? Ik heb meegenomen Anouk, een vriendin van me. Ze staat daar achter in het groen. En vanmiddag gebeld. En nu ziet ze er zo uit. Knap. Oh, dat is knap. Ja, dat vond ik. Dat heb je snel gedaan. Ja, toch? Ja. Nou, lieve mensen, kijk eens, hier staat Marijke. Hoe leuk! Zeker. Hoe gaat het met je? Goed. Ja. En ik verheug me erg op de serie. Ja. Ik heb laatst een filmpje van jou gezien, die ging helemaal viral. Ja, dat was dat ik aan een tak zat te bijten. Omdat ik een educatief filmpje wilde maken voor jongeren. Dat als de oorlog komt en de schappen leeg zijn in de winkel, dan kun je gewoon het bos in. Want het loof van sparren en van... sparren en dennen kun je eten. Maar dat werd verkeerd uitgelegd. Mensen dachten er van alles bij. Terwijl het een heel leerzaam filmpje was. En zelfs de boswachter gaf mij gelijk. Ja, maar het was toch hysterisch. Het was hysterisch en
het mag best een beetje hysterisch. Ja, dat vinden we juist zo leuk aan jou, dat hysterische. Ja, ja. Hoe gaat het met de hertjes en de duifjes? Ook goed. Allemaal goed. Ik heb diertjes in de tuin en het gaat geweldig. En met de bosjes? Dat gaat niet zo goed. Maar ik ben er heel blij mee. Maar we zeggen wel liefjes getuigd. Bosjes vooruit. Nou, kijk eens. Deze hartstikke knappe man hier. Het is Paul. Hallo. Van de Bachelor. Ja, dat klopt. Ja. Paul, als jij mij zo zou zien, zou ik dan een roos van jou krijgen? Nou, ik zou je eerst een beetje moeten leren kennen. En in de Bachelor had ik ook 10 minuten tijd. En als na die 10 minuten er echt een klik tussen ons is, ja, waarom niet? Nou, wie weet, hartstikke leuk. Ja. Ja, maar kan je dat gewoon even doen? Dat is leuk voor de camera. Zo van, wil jij die roos? La Belinda is de naam. La Belinda. Ja, ja. Nou, daar gaan we. Ja, nou, La Belinda, omdat je het zo lief vraagt, wil jij deze roos van mij, die niet in mijn hand zit? Kan je lekker koken? Nou, ik heb er wat kritiek over gekregen in de Bachelor, maar ja, ik zou zeggen van wel, dus als je ervoor open staat. Nou, dan wil ik er wel even over nadenken. Nou, ik geef je de bedenktijd en kom er vooral op terug. Hey. Kijk eens aan, hallo, hoe gaat het? Gaat heel goed, en met jou? Het is Janie J.K. Hallo, ja, of is het Justin, wie is het nou? Het is Justin, inderdaad. Eventjes wel, ja. Hoe gaat het met je? Goed, het ziet er goed uit. Nou, dankjewel. Ja, heerlijk, gezellig. Nou, dit mag ook voor de gaykant, toch? Ja, top, gezellig, ja, hallo allemaal. Hoi. En wat genieten we toch van jou tijdens Make Up Your Mind? Super, leuk, dankjewel. Ik ben heel blij dat ik vaste jury ben ook, ja. Ja, heel tof. En weet je wat ik zo leuk vind? Jij ziet heel natuurlijk uit in vergelijking met de rest. Weet je dat, ja? Nee, nou ja, een stijl, toch? Ja, nou ja, je weet wel wat ik bedoel met natuurlijk, hè? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk altijd gewoon die meidelijke meid. Dat ben ik altijd geweest. En ik denk dat jou zijn leukste met de verschillen in die stoelen, dat ik ook echt die meidelijke meid lekker kan zijn. Dus daar ben ik ook lekker voor gaan met mijn pantenpakkies. En ja, ik hou er wel van. Gaat het met jullie? Goed! Ja. Oh, wat zie jij er ook mooi uit! Ik ben ook een queen. Ja, ook, ja. Ja, ja. Ja, ik vraag me af, hebben jullie mekaars walk-in closet geplunderd? ziet het er zo erg uit? Nee, helemaal niet, maar ik gooi ze meisjes. Ik denk, nou, die hebben best wel een lekkere diepe inloopkast. Oh ja, nou, valt wel mee hoor. We hebben er is er eentje, morgen gaan ze al onze verkopen. Wat gaan jullie verkopen? Nee, we hebben een pop-up in Amsterdam op de Haarlemmerdijk morgen. En dan gaan we al onze tweedehands kleding gaan wij verkopen. Jammer nou dat ik niet in Amsterdam woon. Sorry? Ik woon niet in Amsterdam, vind ik jammer. Dat is jammer, ja. Dat komt er wel. Ik vind dit wel een leuk dingetje. Okay, ja, deze hou ik wel hoor. Okay, ja. Jullie krijgen een nieuw seizoen, las ik. Ja, ga je kijken? Ja, tuurlijk. Leuk. Altijd leuk met jullie. Een soort andere 5 koninginnen, net zoals Maxima. Ja. Nou, lieve mensen, we hebben net 2 afleveringen gezien van de serie over Maxima. En we gaan nu lekker ergens een borreltje drinken. Alle celebrities, alle mensen in gala kleding komen nu naar buiten. Of komen er nu uit. En we gaan een klein stukje lopen, want we gaan naar de Escape om daar nog even een drankje te doen. Nou, hoe leuk is dat? Allemaal celebrities bij de frituur, wat gezellig. Allemaal celebrities bij de frituur. Ik ben geen celebrity. Ja, jawel. Mevrouw, echt niet. Jawel, je bent vandaag een celebrity. Nee hoor. Jawel. Vandaag ben je celebrity. En Duncan staat ook gewoon lekker. Ja, hi. Frikandel. Ja, ja, precies. Ik vond het zo leuk. We gaan lekker allemaal de frituur, de Fable. Altijd. Altijd als daar première zijn, is daarna iedereen hier. Ja. Ik zeg leuk al die celebrities lekker bij de Fable. Ja, zijn ze normaal gebleven.